Dit is de jingle van het gestrekte benen. Met gestrekte benen zet ik eigenlijk altijd de drie mensen met wie ik hier aan tafel zit even op scherp. Het is altijd een spijkerharde stelling met vandaag. Alleen Arne Slot kan Barcelona nog redden. Ja, of Louis van Gaal. Ik denk dat de enige twee opties zijn. Jij vindt Louis van Gaal een betere trainer dus dan Arne Slot nog, of niet? Maak ik dat hieruit op? Meer charisma. Maar qua trainer Arne Slot... Nee, ja, wat, hey, dus wat die... de stelling? Sinds waar ben ik beland? Nee, ja, maar het is wel echt een puinhoop natuurlijk bij Barcelona. Het is wel bijzonder om te zien, toch? Het is bijzonder om de puinhoop bij Barcelona te zien. Maar ik vind het ook wel... We waren al redelijk snel positief over Arne Slot. Maar het loopt bijna de spuigaten uit. Hoe? Jij zei dat je een beetje verliefd was. Ja, ik zou niet snel een poster boven een bed hangen van een voetballer. Maar ik overweeg het om het wel van een trainer te gaan doen. Want ik vind het... Ja, ik ben er helemaal gek op aan het raken. Ja, was ik al... Maar het wordt alleen maar meer. Hoe zou je dan willen dat hij op die poster staat? Dan tijdens een persconferentie of juist zo langs het veld? Want dat is allebei wel leuk. Hij doet het allebei. Dat kan hij ook allebei. Ja, ja. Hij kan een persconferentie. En hij heeft ook gewoon zeg maar, het juichen onder de knie naast het veld. Ja. Maar ik zou het liefste gewoon in dat blauwe truitje. Wat hij steeds met dat witte shirtje. Dat er dan zo nonchalant onderuit komt. Zo in de persruimte. Daar vind ik hem op zijn best. Ja, ja. Ja, ik ben heel stil, want ik heb gezegd dat het geen succes gaat worden. Slot en Feyenoord. Ik vind ze namelijk totaal niet bij elkaar passen. Tot nu toe gaat het angstvallig goed. Dus, maar dat argument, dat blijf, we gaan het er straks tijdens de wedstrijd misschien ook nog over hebben. Maar daar blijf ik het mee oneens dat hij niet bij Feyenoord past. Feyenoord was nou, ik zeg 10 jaar geleden. Ik denk in jouw seizoen 2010-2011 is daarna is Feyenoord eigenlijk een soort van opleidingsclub geworden. Ook door de financiële malaise waar ze in verkeerden. En dat hebben ze een beetje laten gaan de laatste jaren. En dat hebben ze juist weer nodig. Dus ik vind dat Slot perfect bij Feyenoord past. Want je ziet spelers opbloeien, je ziet jonge jongens goed spelen. Ja, ik denk dat de laatste trainer die mooi voetbal wilde spelen bij Feyenoord was Mario Been. Nou, je weet hoe dat is gegaan. Ja, maar ik denk niet dat Slot per se mooi voetbal wil spelen. Ik denk dat hij goed voetbal wil spelen. Dat hij weet wat zijn kwaliteiten van zijn team zijn. En ik denk dat die gewoon spelers beter maakt. Dus wat wil je nog meer als trainer? Laten we hopen dat hij in ieder geval niet naar Barcelona gaat, maar gewoon lekker. Oh ja, dat moest ze. Bij Feyenoord blijft. Philip, stop even met die kutvragen alsjeblieft. Hè. Maarten, wil jij nou nog een abonnement voor de derde helft YouTube? Of hoe zit het? Ja, de laatste behoefte die ik heb.